Maar ik maudten. Welkom terug bij dit kanaal. We gaan verder met de serie De Geschiedenis van de Koran. We waren gebleven bij Omar en hoe hij zijn versie van de Koran zou hebben verzameld. En de term in het Arabisch, die gebruikt is, used, is ook Jema al-Mushaf. En Jema betekent bij yeah. elkaar so, verzamelen. Dus ook deze term, ook in de tijd van Omar, duidt het erop volgens Hadith dat er in de tijd van Omar de Koran niet bij elkaar was gebundeld. Hoewel alleen de Koran het verwijst als een boek, als een Koran, en, en zegt Hadith, nee, nee, Koran was nog, was nog niet bij elkaar uh, uh, verzameld. Dus dat is wat deze khalifas uh, aan het doen zijn, die ons nogmaals als een soort Joodse Ezra opnieuw de Koran gaan geven. We hebben een Hadith wat zegt dat de profeet Zeid en Thabit heeft gevraagd of hij de Syrianie zal beheersen. Het is een, een taal die daar gesproken werd in die regio, zeker in die tijd. Zeker door de christenen met name. Als we dit opzoeken vinden we dat het zou zijn een dialect in het Aramees. En zou vooral gesproken zijn in Irak, Syrië, Libanon, eh, Palestina eh, en wat mensen vandaag de dag noemen Israël. ...maar ook in uh, delen van Turkije terug naar Zaid ibn Thabit. Deze figuur neemt in Hadith een enorm groot en belangrijk rol... ...als we het hebben over de profeet en zaken die hij wilde archiveren en laten opschrijven. Dan was eigenlijk Zaid zijn go-to, zijn number one. Hoewel er andere mensen waren die wij zouden kunnen categoriseren als misschien betere kandidaten... ...maar Hadith klassificeert Zaid ibn Thabit als beter... En ik zeg, er zijn andere kandidaten, want de profeet is geboren en getogen in Mekka. Pas veel later uh, is hij naar Medina verhuisd. Um, maar, hij, maar zijn profeetschap begon natuurlijk in Mekka. En daar had hij, zat mensen om zich heen. Uh, we kennen het verhaal, het zelf vertelt je dit verhaal: hoe de profeet eerst in het geheim, in het huis van al-Arkham, de, de Koran ging delen met de mensen. Dus wat ik hiermee wil aangeven is dat de profeet er altijd een taak van heeft gemaakt. Om elk vers wat geopenbaard werd aan hem, zo snel mogelijk, zelfs als het moet, in het geheim en onder allerlei eh, risico's, om het zo snel mogelijk te delen eh, met mensen. En hadith zegt dat is vooral gebeurd in Mekka, in het geheim, in het huis van Al-Arqam. Dus er zijn andere moslims die met de profeet vanaf het eerste uurtje van alles hebben meegemaakt. De moslims die naar de christelijke koning zijn gevlucht, toen ze bijna vermoord werden en uitgeroeid werden door Quraysh. Heeft de profeet gezegd, ga naar Habesha, want daar zit een christelijke koning en die is heel rechtvaardig. Hij zelf vertelt jullie dat de relaties tussen moslims en christenen in die tijd veel beter zijn dan wat we nu zien om ons heen. Tegenwoordig uh, 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 worden de joden geleerd om moslims te haten, de christenen Christen worden geleerd om moslims en joden te haten. Moslims worden geleerd om joden en christenen te haten. Terwijl hier is de profeet en die legt... Eigenlijk het begin van islam. Want als deze moslims waren vermoord, natuurlijk was islam voorbestemd om te bestaan. Maar practically, als deze moslims waren vermoord, was er geen islam meer. Dus de profeet legt de handen van deze kleine groepje moslims voor het leven van hun volledig in de handen van deze christelijke koning in Habesha. En jullie zien hem in de risala dat hij zegt. Uh, en Korijs kwam er nog achteraan en, en ze wilden hem overhalen om de moslims aan hun uit te leveren, want ze beledigen Jezus, waarop hij gevraagd heeft van wat, wat vertelt de Koran over Jezus en toen de moslims dat voorgelezen zouden hebben zei hij van het christelijk geloof en de islam verschilt, maar met een dunne lijn, zij zien Jezus als de zoon van God, af, enfin, een heel verhaal dus wat ik hiermee wil aangeven, er zijn moslims die met de profeet veel zwaarder zaken hebben meegemaakt. Die zijn veel meer gegroeid, ja? veel meer mature in hun geloof, in hun imam, in hun leer van de Koran. Die zijn met de profeet ook de Hijra hebben ze meegemaakt. Wij vinden in de Koran hoe alle de mensen die de Hijra hebben gemaakt, prijst. Dat is de, ik noem het maar even de islamitische exodus. En dan komt het aan op van waar gaat de profeet mee verder in Medina en dan zegt Hadith dat hij verder is gegaan met Zedeb en Thabit. En Zedeb en Thabit, daar gaan we nog over lezen dat Abdullah ibn Mas'ud terecht naar hem verwijst en zegt dat was nog een jongetje die speelde buiten met kinderen, ik was bij de profeet bij, vanaf het eerste uurtje. Ja, mijn Koran is waar en er is geen enkel vers die ik niet ken, want ik heb het begin en het einde meegemaakt. Zaid ibn Thabit was nog een kind en die heeft alleen de islam meegemaakt vanaf de hijra, na de exodus zeg maar, van de moslims, naar de medina. Terecht dat Abdullah ibn Mas'ud dit zegt. Als je logisch nadenkt, dan zeg je ja, dat klopt. Zaid ibn Thabit heeft de helft van islam gemist. Letterlijk de helft van de Koran heeft hij gemist omdat hij in Medina was. Dus dat Zedbenthebid zo belangrijk wordt volgens Hadith, is interessant, te zedenlijst. Enfin, dit is wat Hadith ervan maakt. En nogmaals, ik vertel dit alleen maar omwille van het onderzoeken van Hadith. Hadith heeft bij mij geen enkel waarde. Dus dit is niet van, oh, ik zit ermee, en I don't care, it's for me, either way. Maar net als wat ik gedaan heb met de gospels en de Torah. Je moet, het wel, je, moet, je moet het wel kunnen onderzoeken en je moet er wel argumenten uit halen... wil je kunnen vertellen dat het clasht, dat het niet waar is. Je kan niet zeggen van, ik geloof er... Je moet er doorheen, hoe, hoe, hoe saai ook, ik geloof er niet in. Het is voor mij allemaal onzin. Het is allemaal Bas en Adriaan show. Maar ik moet er doorheen en ik moet erover praten... alsof ik het serieus neem, want ik, 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 ik moet jullie kunnen aantonen... van waarom ik vind dat het clasht. Dit is even voor de zekerheid. Dus... Wees niet misleid. Denk niet dat ik iets goeds te zeggen heb over hadith. Dit is echt omwille van het onderzoeken. Aan het eind van de dag zeg ik: hadith is voor mij om het even. Either way. Alles wat erin staat, neem ik niet of neem ik met de korals zout. En eigenlijk meer niet als dat ik er wat uh, van serieus neem. Dus, deze figuur die zo'n grote rol krijgt, die zou gevraagd zijn door de profeet om een taal te leren, let op een nieuwe taal. Ziet thabit een nieuwe taal zou die leren, want de profeet zegt ik krijg een brieven in Syrianië, dus de profeet weet niet wat hij krijgt aan brieven waarschijnlijk van de christelijke uh, 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 kerken die er waren in die tijd, want we lezen in de Koran dat de profeet ondervraagd werd door de christenen en de joden, ben je wel de profeet van God en wat weet je daarvan en weet je daarvan en weet je daarvan, Af, dus ze waren zijn kennis aan het testen, van klopt het of klopt het niet. En daar kon hij niks op vertellen, want hij kon, ze niet, hij kon het niet snappen, de Syrianië. Dus dat is een soort, doch, een soort taal wat ontstaan is uit het Aramees zegt hadith dus hij vraagt deze Zaid Thabit deze Superman die vraagt hij om deze taal te leren en Zaid Thabit zegt hadith heeft een nieuwe taal geleerd in 19 dagen ja in 19 dagen heeft Zaid Therabit Thabit een nieuwe taal geleerd dezelfde hadith die jou vertelt dat het onmogelijk is dat de profeet heeft kunnen leren lezen nog schrijven it's crazy dit is dit is crazy it's crazy ik weet niet in welk wereld ze leven, in welke logica ze hanteren. Hier heb je Zayd met Habit, die moet een nieuwe taal. En die verschilt zo goed als dag en nacht van het Arabisch. We hebben met Hebreeuws en Arabisch, um, hebben wat woorden die met elkaar overeenkomen, maar lang niet alles. En hier is Zeid. die leert een nieuwe taal in 19 dagen. Dezelfde hadith die zegt: het is onmogelijk voor een profeet van God om te leren lezen en schrijven. Geen nieuwe taal, nee, de profeet kon volgens hadith niet leren lezen en schrijven zijn eigen taal. It's crazy. Is echt crazy. En ik heb, voor de mensen die hierin geïnteresseerd zijn, Koran is heel helder. Wat zij jullie vertellen als analfabeet is in de Koran alles behalve analfabeet. Het is het eerste schaamtje eigenlijk voor deze Olemma's, je schaamtje voor deze sheikhs en Olemma's. Dus je denkt, waar, waar hebben ze überhaupt op school gele, ge, gezeten? Koran is helder. Koran is helder. De Ommioen zijn mensen die nooit een heilige boek van God hebben gekregen. Christenen zijn geen Ommioen. Joden zijn geen Ommioen. Dat zijn. De moslimkunen, ze hebben naast Allah, nadat ze Allah hadden ontvangen, geaccepteerd, hebben ze er wat anders van gemaakt. En Allah noemt ze de Mushrikoon. want wat is shirk? Is dat je iets deelt. Dus zij delen die uniekheid van Allah, dat hij de enige koning bovenaan. Die plek delen ze met anderen. Ja, en Allah zegt jullie, eh, bij de Christenen delen ze dat met Maria en Jezus, want zij is de, de, de moeder van God en dat soort. En bij de Joden is het hun rabbijnen. En Allah zegt: jullie hebben van jullie, jullie, jullie rabbijnen zoveel belang gegeven. als dat jullie aan God geven, of misschien, of misschien wel meer. Dus Joden en christenen zijn niet om miljoen. Dat zijn geen heidenen. Dat zijn, Allah noemt ze de mensen van het, van het boek. Omdat ze een boek hebben gekregen, dat ze er wat anders mee hebben gedaan, prima, is hun probleem. Wat is een om miljoen? Is heel helder in de Koran. Is echt helder taal. Heeft niets te maken met filosofie. Heeft niets te maken met mijn interpretatie. Dat is zo helder als dat je zegt: 1 plus 1 is 2. Dat kan niemand zeggen tegen jou. Van ja, maar dat is je interpretatie. Nee, die vliegen gaat niet op. Helder taal in de Koran. Ja? Dus waar halen we vandaan dat de, dat de profeet analfabeet was? is een misvertaling van het woord van een miljoen mensen die de Koran waarschijnlijk nooit hebben bestudeerd. En je weet hoe het gaat. Als iets een beeld, als iets een image krijgt, dan krijgt het een image. Als hierover Marokkanen in Nederland wordt geroepen dat we allemaal savages zijn, we zijn net dieren onontwikkeld, is er niemand, de meesten nemen het. We hebben nu te maken met werkgevers die geen enkel Marokkanen willen aannemen als ze solliciteren, omdat ze denken van, dan heb je er weer een. Wij zijn allemaal het slachtoffer van een paar idioten die al een beeldvorming over ons hebben neergezet. En dan vergt het een hoop, discipline en karakter om te zeggen van nee, ik zet me daar tegenaf en ik behandel iedereen als individu. Maar dat is niet. Dat, dat zal niet de meerderheid zijn. Want anders hadden wij niet de Geert Wilders. Die uh, 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 het zoveel heeft geschopt. Ah, dat is een heel ander verhaal. Heel ander verhaal. Waar het om gaat is. Daar is ooit een woord misvertaald en het is overgenomen door de idioten die vervolgens dit soort zaken zijn gaan doorgeven in hadith. En ik heb jullie verteld, hadith is niet geschreven door olemes die allemaal vanaf nul zijn begonnen met hun eigen onderzoeken, alles behalve. Hadith is niks anders als kopie van kopie van kopie van kopie van kopie. Van kopie. Ja? De e ze nemen al wat bestaat. En daar gaan ze. De mensen die denken dat het heel vreemd is wat ik hier zeg, dat de elkaar altijd uh, uh, verkeerde definities hebben geleerd van woorden. Voor wie het interessant vindt, voor wie interesse heeft in de taal, met name de Arabische taal, en met name de oude Arabische taal die gesproken werd vroeger in Mekka en in Arabië, die kan het boek lezen, Lysen al Arab, wat betekent Lysen, dat is, betekent tong, de tong van de Arabieren. En daarmee wordt verwezen naar hun taal, dialecten en dat soort zaken. Neem het voorbeeld van hoe Koran wordt verteld als het gaat bijvoorbeeld om Surah Al-Jin. En Al-Jin betekent voor de mensen die geen Arabisch snappen, wat christenen noemen demonen. Wij weten dat, uh, uh, wij hebben een Sura in de, uh, uh, in de Koran, een hoofdstuk in de Koran, wat heet Surah Al-Jin. Niet omdat wij demonen aanbieden, Maar hier waren wat djins ja je kan zeggen, geen demonen ze zijn geen demonen het christelijk uh, concept van demonen is heel anders uh, de christenen zeggen van demonen zijn engelen die gevallen zijn en 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 Koran erkent zoiets niet alle zegt engelen die uh, vallen bestaan niet net zoals dat een Windows geen Apple kan draaien en een Apple uh, Mac OS geen Windows kan draaien alle maakte duidelijk engelen waren uitsluitend gemaakt om alle te gehoorzamen dus zij hebben hun software kan niet deviëten. Onmogelijk. Je kan ook niet een, een, een cassette gaan afspelen in een cd of een cd gaan afspelen in een cassette recorder. Dat, dat, zo, daar moet je aan denken in de Koran als het gaat om engelen. Onmogelijk voor de engelen dat ze alle kunnen ongehoorzamen. Satan, die hem ongehoorzaam heeft. Uh, die overigens af, afstamt van het woord Shaitan in het Arabisch. En de westerlingen noemen hem Satan en ze weten niet eens waarom ze hem zo noemen. Maar in het Arabisch weten we waarom hij Satan heet. Zijn echte naam is Iblis. Toen Allah hem aansprak, voordat Allah hem verbannen had, was zijn naam Iblis. En daarna krijg hij de titel Satan, of in het Arabisch Shaitan. En dat is afgeleid van het werkwoord Shatana. Wat betekent Shatana? Hij heeft niet gedaan wat hij had moeten doen. Hij heeft iets verwaarloosd, hij heeft gedaan wat hij, wat hij wil, zeg maar zo'n iemand die um, niet gehoorzaamt en het is onmogelijk. Ik heb hier een discussie gevoerd met uh, een familielid van ons, toevallig. Hij claimt dat hij uh, in Marokko de adab heeft gedaan. Dat is de richting van het Arabisch van de Koran. En ik moest zo'n iemand die in Marokko tot aan bij de universiteit adab heeft gedaan, moest ik gaan leren. Dat Satan in het Koran is niet het concept van een gevallen engel wat christenen hadden. Dus hij was moslim. Hij heeft adab gedaan in Marokko. Maar zijn idee van Satan was wat christenen geloven. Een gevallen engel. En we gingen een discussie voeren. Dat ik, dat ik denk van, ik snap het niet. Waarom moet je met mij een discussie voeren? Terwijl Allah in de Koran helder zegt. Kana min al-jin. Satan komt vanuit de jin. Satan is een jin. Klaar, punt, sluit het boek. Dan moet je niet met me gaan zeggen, maar olemes zijn er niet uit. Dat is hun probleem dat olemes er niet uit zijn. Dat is omdat ze niet Koran bovenaan houden. Ik hou mij aan Koran. Koran is mijn uitgangspunt en ik maak de cirkel rond en ik kom terug naar de Koran. Dit zijn de achtelijkheden in Hadith. En ik zeg dit omdat er heel veel moslims zijn die hebben van Olemes heiligen gemaakt. Uh, maar de olemma's zullen het weten. Uh, de vroegere mensen weten het toch beter, die stonden dichter bij de bron. Dat zijn de vroegere olemma's die dit soort dilemma's hebben gegeven aan moslims. Koran zegt: Iblis, Satan, ken hem in el jin. Hij behoort tot de jins. Ja? Je kan niet behoren tot de jins en dan een soort theorie van Darwin groeien en opeens word je een engel. Dat bestaat niet. Be Allah zegt het heel duidelijk: je hebt engelen, uh, engelen jins, mensen. Drie soorten. En de djins en de mensen lijken op elkaar. Omdat ze vrije wil hebben. Engelen hebben geen vrije wil. Djins, dat lezen wij in, in de Koran, jins zijn net als ons. Ze hebben een leven, ze trouwen, ze, ze evalueren. Ze, gewoon net als ons, alleen wij zien ze niet. Ze hebben werelden, ze hebben steden, ze, hebben, ze eten, ze drinken, ze dansen, ze trouwen, ze hebben kinderen. De een is christelijk, de ander is jood, de ander is moslim, de ander is atheïst. Djins zijn ons parallel wezens. Ja? Alsof je in de spiegel kijkt aan de andere kant, alleen wij zien ze niet. Is het enige wat ze hebben wat we niet hebben. Zij zijn onzichtbaar en wij zijn zichtbaar. Voor de rest is het een soort mensenras in een andere dimensie, parallel aan ons. Maar zij leven met ons, wij zien ze niet. Dus, ik, dus, dus wanneer zelfs wanneer het in de Koran zo helder staat, dat Allah zegt. Satan was geen engel, maar een djinn, vind je in Hadith discussies. Die tot de dag van vandaag nog voortzetten. En waar gaat die discussie over? Was Satan een engel of was het een djinn? Is amazing. Mind-boggling. En aan wie hebben we dit te danken? Aan dezelfde Olijmessen waar de meeste van jullie de tenen van willen kussen. Ja, ja maar Olijmessen weten het. Wat weten Olijmessen? Achterlijkheid is wat ze weten. Ze hebben achterlijkheid overgenomen van elkaar. En die achterlijkheid is als een soort. Ziekte doorgeven. Daarmee hebben ze iedereen aangestoken. Neem het voorbeeld van Lissain al-Arab. Daar was ik mee begonnen. Het is een boek die zegt dat hij bijgehouden heeft hoe de echte dialecten van de Arabieren in Mekka vroeger gesproken werden en de echte betekenissen van woorden. Neem in Surat al-Jin, daarom begin ik erover, vers 6 bijvoorbeeld. Hier zijn de jins aan het praten en de, Allah vertelt de profeet wat de jins hebben gezegd. Wat hij niet heeft kunnen horen. Voor de mensen die zeggen van: de profeet heeft een djinn vastgepakt bij zijn keel en drukt hem tegen een paal. Al dat soort onzin. Al dat soort Bollywood-verhalen. Ja? Terwijl wij weten dat Salomon in de Koran heeft gezegd: Allah, ik wil de enige zijn. Geef mij een gave en laat het alleen van mij zijn. Maak het alsjeblieft uniek. En, maak het... en wat deed Salomon? Salomon die kon. Tennisbal spelen met jeans die hem niet gehoord Die kracht en macht had hij van Allah. Alleen, had Alleen hij had dat. En dat ziet de christenen dwars, maar blijkbaar ook de moslims die hadith hebben geschreven. Wat wat zeggen christenen? Ah, oh, na Salomon was, is Jezus de beste. Wanneer, toen hij de resurrection ging doen van Lazarus. Ze moesten Jezus op een of andere manier linken met Salomon, want dat ziet ze dwars dat Jezus. Niet de macht had van Salomon om over demonen eh, te heersen. Hetzelfde zien wij bij de hadithschrijvers. De profeet moet Salomon even naden. En er is een hadith die zegt: op een gegeven moment heeft de profeet een djinn gepakt en hij heeft hem zo in zijn keel gedrukt totdat zijn kwijl over zijn hand liep. En de profeet zei: Was het niet dat ik de wens van Salomon wil eren, dan had ik je hier vastgenageld dat iedereen je kon komen trappen. Wat bedoelt hij daarmee? Alleen dus hij. Dus, 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 dus Allah heeft gelogen tegen Salomon. Dat is wat het is. Dat is wat deze Hadith zegt. Dus Allah heeft gelogen tegen Salomon. Hij zegt tegen Salomon: je hebt een uniek gave, je kan jeans zien. Salomon kon zelfs dieren horen en, 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 tot aan een meer, tot een bij, tot een vogel, tot. tot, tot. Maar nee, blijkbaar heeft Allah huisje gelogen volgens deze demonen die Hadith hebben geschreven. Daar waar Allah Salamon garandeert dat dat alleen bij Hem uniek is, zegt de Hadith schrijvers: nee hoor. De profeet kon ook, was ook meester van de demonen, eentje in de keel geknepen. Dat soort verhalen, dat soort Bollywood-verhalen. Ja. Waarom? Om zaken door te geven die ingaan, hoewel ze ingaan tegen de Koran, wordt het doorgegeven als hadith sahih. Waarom? Iedereen praat iedereen na. Ze zei, wij zijn lui in deze tijd en niet tijd dat je lui lukken. Het is niet anders. Maar heel veel gelovige mensen, en dat geldt voor joden, voor christenen, voor moslims, die hebben een soort. Een soort een soort ubergeloof, vroom beeld van een ieder die geleefd heeft in de tijd van de profeet. Terwijl we hebben het over dezelfde tijd mensen die de profeet wilden doden. Diezelfde tijd hebben we het over. En het waren ook moslims, hypocriete moslims. Maar nu, alles wat uit die tijd komt is superheilig. Nee, dat waren engelen, ze konden nooit liegen. Nooit, nooit. Terwijl Koran staat er vol van. Alle die moslims hypocrieten noemt. Niet alleen maar de joden en christenen. Moslims worden hypocrieten genoemd. En misschien wel nog harder dan de rest, zegt Allah. Ja? En waarschuwt de profeet voor de hypocriete moslims om hem heen. Dus hoezo alles wat oud is, is beter en is vroom? Het gaat in tegen de Koran. Neem dit voorbeeld van Surat al waar de djins dus aan het praten zijn. En dit bewijst dat de profeet djins niet heeft kunnen horen. De profeet heeft djins nooit kunnen zien. Nooit kunnen horen. En omdat Allah hem dit gunt, want de profeet kreeg een compliment van de jeans, maar hij kon het niet horen. Dus Allah gunt hem om, om moreel een beetje op te boosten, want de profeet werd alleen maar uitgescholden. En het zat hem dwaars lezen we in de Koran. Hij was enorm gekwetst en hij vond het heel erg dat mensen hem gingen uitmaken voor leugenaar, voor dichter, voor gek. Het zat hem heel dwaars. En Allah zegt: Ik snap het wat het met je doet, maar weet dat je niet de enige bent. Elk profeet heeft dit moeten slikken, dus jij ook. Ja, dus, Allah gunten hem een compliment vanuit de jeans. Want de mensen waren slecht, maar het kwam van de jeans, onder andere. En die zeiden, die vertellen onderling, uh, uh, hoe enorm ze onder de indruk zijn van wat ze horen van wat de profeet aan het citeren was uit de Koran. Dit is nog een bewijs dat de profeet Koran aan het citeren was constant overal tegen iedereen. Ja? Dus daarmee heeft hij de kans verkleind dat mensen met met Koran gaan zollen. Want het is het enige wat de jeans van hem hebben gehoord. Koran, ze waren zo onder de indruk. Dat ze tot één keer zijn gekomen. Ze zijn gaan nadenken. Van het klopt, wij waren dit aan het doen, dat aan het doen. Het is eigenlijk niet logisch. Maar nu horen we de Koran, Nu snappen we meer. En ze zeggen onder andere, dat is hoofdstuk 72, vers uh, 6. Oude milieu is maar als je niet snapt waar ik naartoe wil, wordt het zo duidelijk. Dit zijn de djinns die zeggen wat de Koran met hun allemaal heeft gedaan. Ze hebben de achterlijkheid van zich afgeworpen. Afge, afge, af, ze zeggen, er waren mensen die jeans gingen aanbidden voor bescherming. In plaats van dat ze God aanbidden. En nu horen zij dat de Koran vertelt dat Jeans een creatie is. Ze zij zijn geen goden. Djins is een creatie, maar er waren waarschijnlijk djins die een soort ego hadden en dachten dat ze goden konden zijn van de mensen. Maar de Koran vertelt ze dat ze beter moeten weten dat ze net als elk creatie gecreëerd zijn. Ze staan niet hoog, ze zijn geen goden, staan niet hoog, ze staan niet bovenaan. En deze djins die zeggen dat klopt als we zien wat we in de Koran verteld is over djins. Dat klopt, dat herkennen wij. Dus we nemen het aan. En ze gaan vervolgens praten over de achterlijkheid van de mensen. Jins praten over de achterlijkheid van de mensen. Het verhaal van, uh, hey, het verhaal van uh, Aladdin met zijn lamp. Aladdin wil een beter leven, dus wat gaat hij doen? Hij wrijft op een lamp en er komt een gin uit die alles doet wat Aladdin wil. Die jins die, die zullen, Sinds wanneer doet iets voor iemand zomaar voor niets? geeft je alle rijkdommen... maar hij zelf zit gesloten in een lamp. Snap je? Dat soort, dat soort gekheid. En deze djins die zeggen... dat waren mensen die djinns gingen aanbidden... voor bescherming in plaats van God. Wat hebben deze djins gedaan? Die hebben deze mensen alleen maar uitgelachen... en misbruik van hun gemaakt. En vezaiduhum rahakkan. Deze djins die hebben de rahak vermeerderd bij de mensen. Wat is rahak? Eh, omdat we het nu hebben over... Waarom denk jij dat je de woorden beter snapt dan de ulamas? Wat is rahaqan? Als je gaat lezen in de vertaling van de Koran deze vers, dan wordt het in het Engels vertaald als ongeloof. En als iets wat zwaar is. Dus vermoeidheid. Het wordt alleen maar zwaarder. Maar voor ongeloof hebben wij een woord koffer, kafara. Ja? En Allah gebruikt het ook zo in dat context. Als hij, als dat het is wat hij wil zeggen. Dus dat Allah hier heel bewust raha kan gebruiken en niet koffer, zij doen hem koffer aan, want we kennen ook dit soort termen, betekent dat het hier iets anders moet zijn. Maar, zeggen de ulemmen en de vertalers, nee het betekent ongeloof, maar ongeloof is koffer. Ja, dat weten wij. Zo verwijst Allah naar iedereen. Die tegen beter weten in niet in God wil geloven. Hij noemt ze de koffer. Maar als je in het boek gaat lezen, in Lisan al Arab, dat oudste boek, over de dialecten van de Arabieren, dan vind je dat Rahak is niet ongeloof en het is ook niet uh, uh, vermoeidheid. Het is achterlijkheid. Ja? Je moet achterlijk zijn om djins te aanbieden. En die achterlijkheid zien wij vandaag de dag nog steeds in heel veel culturen op de wereld. Mensen die dieren aanbieden, mensen die bomen aanbieden, mensen die de maan aanbieden, mensen die de zon aanbieden, mensen die demonen aanbidden. aanbieden. En je hebt zelfs binnen het christelijk geloof en binnen het Joods geloof mensen die engelen aanbidden en alle waarschuwt ze in de Koran. Engelen hoor je niet te aanbidden. Maar je hebt christenen die zeggen er kwam een engel. Nee, hij zegende mij. Er kwam een engel. Vertelde mij een verhaal over mijn oma, ik moest zo huilen. De engel is mijn heilige beschermer, is mijn beschermer. Dat is dit. Dat is dat. Als je in God gelooft, is er niemand die jou beschermt. Alle God beschermt jou. Dus, dat is, dus er zijn mensen die van alles aanbidden, behalve God, hoewel ze God erkennen. Want daar praat Allah over in de Koran. Jullie erkennen mij, voor de mensen die geloven althans, jullie erkennen mij als God, maar vervolgens doen jullie niets met dat er er erkenning. Ja, u bent God, staat bovenaan, maar puntje bij paadje: Jezus is de zoon, we gaan Jezus aanbidden. Maria is de moeder, de vrouw van God, de oma, de tante, ik weet niet wat het is. Die gaan we aanbieden. Die zegt van nee de engelen. God heeft engelen. We gaan de engelen aanbieden, want die zijn wat lief, die staan dichter bij ons. En zo creëert iedereen zijn eigen achterlijkheid over wie ze nou precies moeten aanbieden. Deze jins in de Koran die bevestigen dat en die zeggen mensen gingen ons aanbieden. De jins, sommige van ons, gingen ze aanbieden voor bescherming. En wat deden die jins? Die gingen de mensen uitlachen en ze maakten misbruik van de achterlijkheid van de mens. En wat deden deze jeans? Die hebben de mensen alleen maar meer achterlijk gemaakt. Ja? Ze hebben ze alleen maar meer aanleiding gemaakt voor achterlijkheid. Wij zien nu mensen, hebben wij ook in Marokko. Uh, ga naar een graf, halen er een hand uit van een lijk. En doe daarmee de couscous. Fether, couscous noemen we dat in het Berbes. Zodat je de couscous bewerkt tot die uh, kleine bolletjes wordt. Dat doen ze met een hand uit een lijk. Want die lijk, daar kan je voeding mee doen. En daar krijg je van alles. En, of veren van een kip. Of, of, of. Wat er zich over andere culturen die poppen maken en eruit. Je hebt, ik heb video's gezien in Afrika, Centraal Afrika. Mensen die demonen aanbieden. En dat, dat is niet mijn interpretatie, ik wil ze niet beledigen. Dat is hun geloof. Zij zeggen dat ze demonen aanbieden voor bescherming. En hoe dat eruit ziet. Dat je denkt, dit is savage. Dit, mijn definitie van savages is wat ik daar zie. Naakt, bloed op hun lichaam, dansen op een raar manier, springen. Veer op hun hoofd. En het is, het, je, je kijkt naar savages. Ja? En dat is precies wat je vindt in de Koran. Mensen die iemand anders aanbieden, een ander God aanbieden dan die ware God Allah, zijn vaak achterlijk. En dat vinden we ook, helaas ook bij de christenen, die een mens aanbieden. Het is amazing dat je een mens, Jezus, geboren vanuit een baarmoeder, kwam eruit helemaal onder bloed, is besneden, zeggen de christenen. Zijn penis is besneden, zoals de Joden dat doen in hun gebruiken. Dus Jezus werd besneden. daar is een stuk van zijn huid, van zijn lichaam eraf. Zo'n mens is hij. Ja? Hij werd moe, ging slapen, eten, drinken. En Allah zegt in de Koran: Hij ging eten en drinken, hij en zijn moeder. En wat, wat doen mensen die eten en drinken? Die moeten naar de wc gaan. Maar Allah is elegant om dat soort taal te gebruiken. En hij zegt alleen in de Koran: Jezus en zijn moeder. Aten, eten, denk na, nou, wat wil Allah ermee geven? Als ze eten eten, zijn ze, moet ze energie hebben, want anders gaan ze dood, uithongeren, sterven. Maar het betekent ook dat ze naar de wc gaan, want het moet om eruit komen. Dus, en zo legt Allen uit, wie niet in Allen gelooft, is achterlijk bezig. Dat is niet om te beledigen, maar het is de, de, dat is gewoon, en ik ben er volledig mee eens. Dat is achterlijkheid, een mens aanbidden, jouw mens, geboren uit dezelfde baarmoeder... Dezelfde open, komt eruit, bloed, dit, dat. Kon niks, moest de borst krijgen. Ja? Moest borstvoeding krijgen. Moest de... het, het wordt jouw God. Het wordt jouw God. En op een gegeven moment moet hij naakt door de straten van Jeruzalem. Naakt. Wat ze in Jezusfilms doen met een mooie gewaad. En het is bijna poëtisch en romantisch. Dat was niet het echt. In het echt moest je naakt lopen. Met je billen bloot letterlijk. Je penis dingelt aan beide kanten. Dit, dat, alles bloot. Dit is jouw God. Die loopt naakt door de straten van Jeruzalem. En hij moest Jeruzalem helemaal uitlopen. Want niemand werd gekruisigd in de stad. Dat was heilig voor de Joden. En Romeinen gingen dat eren zodat ze niet nog meer weerstand kregen van de Joden. Dus Jezus moest de heuvel op naakt. Ja, D dat is wat. En dat is jouw God. Het is achterlijk. Het is amazing. Dit is God. Ja. En dan heb je bij de Joden wat ze doen met hun labijnen: labijnen zijn heilig. Hoezo is hij heilig? Omdat hij wat kan schrijven. Jij kan ook wat schrijven. Amazing. Dus ja, ik sta er volledig achter dat Allah zegt. En ieder die een ander aanbidt dan Allah. Is hè, in dat opzicht achterlijk bezig. Dat zegt niet eens Allah. Dat zeggen de Jins ook. In dat opzicht. Hoe meer je praktiseert van die achterlijk geloof. Hoe achterlijk je wordt. Ja? Want je gaat nog dieper groeien. In jouw achterlijk geloof. En je gaat alleen maar achteruit. En we lezen het hier. In deze vers van de jeans en dat is ook de betekenis die Lisan Lara eraan draagt. Maar ga je naar Oulamis luisteren, ga je naar de Koran vertalers luisteren, dan is het ongeloof, dan is het diterse. Dus als ik jullie vertel, ja woorden worden verkeerd vertaald zelfs door Oulamis, is niet omdat het arrogant is, het is omdat ik durf na te denken. Ja en nee zegt tegen achterlijkheid. En ik heb jullie altijd verteld als je de Koran wil bestuderen Pak een vers, kijk naar de sfeer, kijk naar de context. Neem, het, neem de voorbeeld wat ik net zei, de vers over Jezus en zijn moeder. Alle zegt enkel, Jezus en zijn moeder aten voedsel. Ja, oké, okay, no big deal, iedereen at voedsel. Ja? Maar als je niet gaat nadenken over waar alle op, uh, 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 op richt, terwijl hij uitlegt dat Jezus en zijn moeder waren mensen zoals ieder mens... Dan, dan, dan stopt het voor jou. Dan kan je niets met deze vers. En daarom zegt Allah dat al Koran. Denk na: moet ik alles voor jullie borduren? Allah is Allah. Dat hoort niet bij God om grof en uh, vulgair taal te gebruiken. Dat ga je niet vinden in de Koran. Dat vind je in de Torah, de Bijbel en andere geloven. Dat ga je niet vinden in de Koran. Ja? Allah heeft klasse. Heeft, heeft zijn, wat bij hem hoort, bij God hoort. Hij gaat ons niet uitleggen dat Jezus en Maria naar de wc gingen. Niet op dat punt, niet op dat niveau, Argelille. Het is wel Allah. Maar als je niet gaat nadenken van wat betekent dat dan stopt het voor jou. Kan je niets met die vers. Ja? Totaal niets stopt, klaar, punt. Dus je moet gaan kijken van hoe, wat moet ik daarmee in de juiste context, in de juiste sfeer. Allah is hier aan het vertellen dat Jezus en Maria zullen niet voor eeuwig leven. Ja, net als ons allemaal gaan ze een keer dood. En allen zegt: en ze eten, eten. Met andere woorden, ze zijn afhankelijk. Hun lichaam gaat dood als hij niet energie krijgt en onderhouden wordt. Net als jullie allemaal. En eten moet er ook uitkomen. En is dat wat hoort bij God? Bij de moeder van God? Bij de zoon van God? Bij de oma van God? Bij de tante van God? En weet ik nog wat meer? Ja? Dus denk na. Laat islam islam zijn. Christenen hebben hun eigen geloof. Dat is prima, dat horen wij te respecteren en we horen ze te beschermen als ze aangevallen worden. Hetzelfde geldt voor de Joden. Maar islam is islam. Allah komt met de Koran om te corrigeren. Dan moeten we niet gaan overnemen wat, wat, wat fout is. Dat, dat doet het doel van de Koran teniet. En dat is wat Hadith jou leert en jouw ulemmen leren. Neem over wat christenen doen. Neem over wat Joden doen. Waar is de Koran dan voor die hun komt corrigeren? Koran corrigeert de Joden in alles. Over, wat ze over Salomon zeggen, wat ze over Mozes zeggen. Wat, waarom? Omdat als je de Torah gaat lezen, en ik heb het gelezen, dus ik kan het zeggen. Profeten van God in de Torah zijn de grootste brute. Ja? De een heeft seks met zijn dochters, de een heeft seks met zijn schoondochter, de, de, de opa van Jezus. Zijn opa heeft seks met zijn schoondochter. Seks met die, seks, 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 seks. Het is net een groot seksklus. Abraham heeft seks gehad met zijn, met zijn zus. Seks, incest. Incest alom in Torah en in de Bijbel. Incest alom. En het wordt niet verteld als fout. Nee, Abraham is getrouwd met Sarah, zijn zus. Prima, incest, niets aan de hand. Het wordt verteld, zo moet jullie het doen, beste Joden, beste Christenen. Niets aan de hand. Dus ja, Koran is gekomen om de christenen en de Joden te corrigeren in hun achterlijkheid. Incest kan niet, mag niet. Ja? Een vader die seks heeft met zijn dochters, wat Noah in de Bijbel en de Toren heeft gedaan, alle zegt dat is onzin. Mijn profeten hebben zich nog nooit zo gedragen, anders waren ze niet waardig om uit te kiezen als profeten. En zo corrigeert hij ook Jezus. Jezus, God, onzin. Het is maar een mens, hij is geboren uit een baarmoeder. Zoals jullie allemaal, dus is het een mens. Wat ik hierbij wil zeggen, is een lange uitleg en die moet, want ik krijg vaak berichten van... Uh, Oh, laat maar eens weten. Ja. Die vroegere mensen weten. Ja, ja. ja. Ze dachten vroeger als, ook dat als je als vrouw een moedervlek hebt, dan ben je een heks. Dat was ook vroeger. En daarom is het niet waar. En ze dachten vroeger, als je in de trein zit, dan stik je en ga je dood, want de trein gaat te hard. Jouw neus heeft geen tijd om zuurstof te krijgen. Ja, was ook van vroeger. Is ook niet waar. Dus kom mij niet vertellen van vroeger en dus is het waar. Dat is, dat is een heel achterlijk mentaliteit van de wereld en de realiteit benaderen. En daar gaan ze mee verder. Dus het is, het, is, het is niet zo verwonderlijk dat deze. Want er zijn moslims die mij soms berichten sturen en die zeggen: Hé? Dus jij weet meer dan de Olemmes. Jij weet meer dan de. Ja, ik weet meer dan die olames. Ja, Omdat ik terug ben gegaan naar de bron, naar Koran. En ik heb het niet gekregen van Bulgarië. En ik zal jullie nog ver, verhalen vertellen over Bulgarië. Waar jullie als moslims. Ik, ik denk jullie huid valt van jullie botten. Wat hadith allemaal zegt over Bukhari? ze zetten hem op dezelfde plek als de profeet. Of nog hoger. Dat komt nog allemaal nog. Dat hij uit de graf besta, uit ontstaat van de profeet. En de profeet ontstaat uit de graf van Boghari. Resurrect na hem. Uit verschrikkelijk. Heidense verhalen hebben niets te maken met de Koran. Daar komen we nog later. Inshallah. Dus af en wat ik hiermee wil aangeven is omdat we het zo uitgebreid hebben gehad over de Profeet Analfabet Ditda. Hier is een Hadith die jou vertelt dat je wel degelijk in 19 dagen een volledig nieuwe taal kan leren lezen en schrijven. En diezelfde Hadith die de Profeet zo tekort doet en hem neerzet als een, 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 een domme iemand, die nooit heeft kunnen lezen en schrijven. Niet in 19 dagen, maar nooit in al die 23 jaar. Heeft hij niet één letter kunnen schrijven? Zelfs Adnan Ibrahim, die de profeet wilde verdedigen, die zei: Nee hoor, euh, ja, de profeet heeft zijn naam zo vaak zien voorbij komen dat hij op een gegeven moment een soort fotografisch geheugen had en hij wist hoe hij zijn naam kon tekenen. Mijn god, zo praten we over de profeet van Allah. Ja, Als onze oma's die een cirkel de deden op papier als ze moesten tekenen. Zo praten we over de profeet van Allah, die Allah zoveel lof geeft. En, dus hij tekent. Dus, dus hij was niet genoeg ontwikkeld om, om te schrijven. Hij ging natekenen als een pop. Zijn, han, zijn naam was voor hem een soort pop die hij natekende. En, en dit zijn de mensen die liefde hadden voor de profeet. Dit is wat jullie zien in hadith als respect voor de profeet. It's amazing. Amazing hoe respect een heel andere definitie krijgt. Opeens. Bij deze moslims die dit soort onzin. En, 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 en blasfemie aanhangen. Is amazing. Een ander hadith wat opvalt is wat ons vertelt dat de profeet een schrijver had in Medina. Zo laat als bij Soren 92. Luister, dus in de volgorde van openbaring. Had de profeet een schrijver. En die kwam in beeld bij Sora 92. Koran heeft 114 hoofdstukken. 92 betekent dat hij al bijna tegen het eind zat van de openbaringen. De Koran was bijna voltooid. Zo laat nog. Sura ten Nisse 92. Zo laat nog. Zouden er nog hypocrieten zijn die met de Koran aan het zolen waren die de profeet voor de gek hielden. Want Hadith vertelt jou, de profeet kon niet lezen en schrijven, dus hij moest mensen aanwijzen die de openbaring voor hem gaan schrijven. Dus, dus de complicatie, de, 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 hoe complex de Koran is als je het leest, is nu gedegradeerd tot wat ik noem een boodschappentas, waar Jan en Alleman van alles in gooiden. De Koran waarvan alle zegt van daar vinden jullie geen tegenstrijdigheden in, Zegt hadith, ah ja, dat is maar de vraag. Want kijk maar, zelfs tegen het eind had de profeet mensen die hem voor de gek hielden. Ja, want de profeet kon het niet controleren. Dus was er iemand die de profeet voor de gek hield. En als de profeet zei, schrijf A op, dan ging hij B opschrijven. En hij was er trots op en ging het vertellen tegen iedereen. De, de, de logica van dit verhaal. Dus iemand die doet iets wat heel gevaarlijk is, weet dat hij daar. In het ergste geval voor onthoofd woord, want hij speelt met de woorden van God. Doet het, vertelt het buiten tegen iedereen. En, en. en Hadith wil hier niet over praten en ze houden het gecensuurd. Heel veel hadith die ik tegenkom, die verwijzen naar hem als Rajul een man. Wie wat, weten we niet. Ze kunnen jou vertellen welke kleur sokken Abu Bakr had gedragen. Ja, dat, dat is Hadith. Die kan jou van alles vertellen tot in details. Maar ze kunnen jou niet vertellen wie deze afschuwelijke daad heeft verricht. Opeens is het dan een man. De censuur in hadith is amazing. Dezelfde censuur die ze toepassen als het gaat om wie waren de hypocrieten die de profeet wilden doden. Dan noemen ze hem volijn en volijn en wat is volijn en volijn? Die en die. Zo'n erg daad als een profeet willen verpletteren met rotsen. Terwijl die, maar ook over zo'n afschuwelijke daad houdt hadith hun tanden op elkaar. En ze censuren de namen. En er zijn hadiths, die, die ik nog met jullie ga delen, die zeggen... wij moeten van de sahabas houden. Wij, moeten, wij houden van de sahabas, dat vertelt Allah ons in de Koran. Maar niet alle sahabas waren goed, want Allah zegt tegen de profeet... dat hij hypocrieten heeft die hem omcirkelen. En Allah heeft nooit de namen gegeven in de Koran. Hij zegt tegen de profeet, wees op je hoede. Met andere woorden, het is niet één of twee... Maar Allah probeerde de profeet een ander gedrag aan te leren. Wees niet zo goed van vertrouwen. Niet iedereen om jou heen is een moslim. Niet iedereen die zegt: ik geloof in Allah, is een echte moslim. Niet iedereen die bidt en, en, en rituelen aan de buitenkant laat zien, is ook moslim in zijn hart. Dat vinden we letterlijk in de Koran. Dus. hadith die meent dat er uh, op een gegeven moment bekend, bekend was wie deze. Uh, 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 Mannen waren 12 of 13 of 15. Het verschilt, het hangt vanaf welk hadith je leest. Enfin, het komt erop neer dat ze dat censuren. De belangrijkste informatie censuren ze. En dat geldt ook hier in dit geval. Deze man die de profeet voor de gek hield. En in zo'n belangrijke daad. En dan wordt de naam van zo'n man gecensureerd. Waarom is hadith telkens op cruciale punten. de mannen die deze afschuwelijke daden hebben gedaan, wel of niet. Waarom is, is hadith aan het beschermen? Hun namen aan het censuren? Interessante vraag. Waar je geen imam over hoort onderzoek naar te doen. Nee, ze vertellen ons alleen maar van. Bid, do, 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 do. Dat weten we allemaal, dat hoef je me niet te vertellen. Dit soort zaken, dit soort zaken. Wat wij allemaal lezen, we hebben nu gelukkig allemaal internet die kan boeken downloaden. Zelfs deze boek, wat ik nu met jullie deel, uh, Kitabul masahif gratis te downloaden. Vraag me om de link. Als ik vergeten ben het toe te voegen in de omschrijving. Dus het is allemaal, zoveel islamitische boeken zijn nu gratis te downloaden. Dus we krijgen veel meer informatie dan wat wij in de Korah school kregen als kinderen van 5, 6 jaar. Dus we gaan vragen krijgen, grotere vragen. De woorden die hij verwisseld zou hebben, zouden gaan om de term en Basiran. Alle die alles hoort en alles ziet, vinden wij in Nicea vers 58 en 134, maar ook in Insein vers 2. En nogmaals, Nisai is 92 in volgorde van openbaring en Insein is 98 in volgorde van openbaring, dus nog later. Semia en Alimen vinden wij in uh, Nicea vers 148. En deze combi van Semia en vinden wij... Uh, vinden we Alimen wel in meerdere versen, maar dan met een andere set woorden. En zoals Alimen Hakimen of Alimen Khediren. Uh, uh, dus deze man. moet beide termen hebben gekend waarmee hij aan het spelen was, aan het switchen was. Dus zowel in Nisa 92 als in zijn 98. Dus heel laat nog in Medina, tegen het einde van de Koran. Maar ook van het leven van de profeet heb je nog zulke hypocrieten, zegt Hadith. die aan het spelen waren met de profeeten, met de Koran. Waarom? Omdat de, de profeet een arm analfabeet was. En hij was als een soort verdwaalde jongetje op een kermis. wat we zeggen, Hashallah. Dat is niet wat ik zeg, dat is wat Hadith jou vertelt over jouw geliefde profeet. Ja? Hij was, hij was als hij niet iemand had met een goede inborst konden ze met hem spelen wat ze willen. En om hem de tuin leiden... en de arm analfabeet profeet zou het niet weten. Dit, dit is wat ze vertellen. En als je dit accepteert, dan moet je dit accepteren. Dat Koran was een soort boodschappentas. Ja? Elk hypocriet die zich voordeed als moslim... kon gewoon bij de profeet, kon gaan zitten en schrijven. De profeet had blijkbaar geen filtersysteem, had geen check... Leest van hé, hey, is die wel of niet goed? Is die wel of niet geen hypocriet? Nee, ze kwamen, maar want dit is het bewijs. Want dit was blijkbaar een hypocriet, geen echte moslim. En toch heeft hij het zo ver geschopt dat hij het vertrouwen krijgt van de profeet. om hem te laten opschrijven het meest heilige wat er is, de woorden van Allah. Dit is wat Hadith jou vertelt over jouw profeet en over jouw Koran. En dit gaat in tegen wat Koran uh, uh, vertelt. Want Allah zegt in de Koran dat hij wel degelijk bewust is van de hypocrieten. En hij waarschuwt de hypocrieten. Denk niet dat, jullie, dat ik jullie niet zie. Denk niet dat ik niet weet wat jullie aan het doen bent. En hij zegt tegen de profeet, deze boodschap, de Koran, moet je afleveren. En als je dat niet gedaan hebt, o jee. Dus hij kan de profeet niet waarschuwen om iets te doen waarvan hij weet dat, als hij wist dat de profeet niet alles in huis had om dat af te leveren. Ja, belleg, zegt de, Allah tegen de Profeet. Belleg betekent: lever dit af, deel dit met de mensen. Want, o oh jee, als je dat niet doet. Allah zou de Profeet niet gaan straffen voor iets waar de Profeet niks aan had kunnen doen. En als je zegt: de Profeet had er niks aan kunnen doen omdat hij analfabeet is, dan had Allah zoiets heiligs als de Koran, het laatste wat nog zou komen van God, niet in de handen leggen van een Profeet die dat niet weet. Want dan was hij niet geschikt. Het is heel simpel. En het verhaal van Hadid over hypocrieten en arme profeet die werd misleid alle bleven vertellen van pas op, je hebt hypocrieten om je heen. Pas op dat je niet iedereen vertrouwt. En alle zegt, en de Koran zal beschermd worden. En, en gaat in. Hadid schetst af niet alleen maar dat de profeet zich niet bewust was, een soort onschuldige man. Ja, onschuldige. Dus de profeet is opgegroeid in het Jahiliya. Hij heeft meegemaakt en gezien hoe baby's die geboren werden als uh, dochters. Levend werden begraven, want uh, het was een schande voor de familie, omdat zijn vrouw was. En, maar dit heeft niks met hem gedaan. Hij is nooit gegroeid, nooit spiritueel gegroeid, heeft nooit een filter ontwikkeld in al die tijd. Nee, hij wordt neergezet als een verdwaalde jongetje die net uit een ei komt. Ja? Oh ja, nee hoor. Oh wil je korra schrijven? Hier heb je een pen, ga zitten. Ja? Ik leg mijn vertrouwen blindeling in je handen. Daarnaast. Is het niet alleen maar een belediging van de profeet, maar ook een belediging van Allah? Alsof Allah zich er niet van bewust is aan wie hij zijn woorden deelt en wie zijn woorden niet op papier zouden zetten. Dit, dit is hadith en daarom vertel ik jullie altijd: hadith lijkt aan de oppervlakte, de profeet te prezen en Allah en de Koran. Maar in de kern, in het kloppende hart van hadith, is het anti-Allah, anti-profeet en anti-Koran. En het is de vraag wie, of, deze? Uh, wie deze hadith heeft opgeschreven. En als jullie zeggen van: oh jee, daar heb je het al, het is zoals elk boek, de Koran is ook corrupt en dat weten we niet. Nee jongens, want we komen daar nog. De Koran gaat in tegen wat over Koran wordt verteld in hadith. En als deze hypocrieten het voor elkaar hadden gekregen om, Koran te, om ons te misleiden met een corrupt Koran, of een Koran uh, 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 wat een eindproduct is van hun doen, dan had de Koran er heel anders uit gezien. Want de Koran gaat in tegen deze mensen. De Koran vertelt de profeet over deze mensen. Gaat in tegen deze mensen. Maar dat komt nog. Als ik er wat meer voorbeelden bij geef vanuit de Koran, wordt het waarschijnlijk voor jullie wat helderder waarom de Koran die wij vandaag de dag hebben nooit het product kan zijn van de hypocrieten die ons hadden of willen misleiden met hun eigen Koran. Dat kan nooit. Dat, er zijn genoeg bewijzen in, in, in de Koran. Zal ik nog met jullie allemaal delen, inshallah. En nogmaals, zo'n man die de profeet voor de gek houdt... waarom zou hij zichzelf verraden? Weten dat er in die tijd, als je al verkeerd keek naar een stam... iemand uit een andere stam... dan krijg je een heel stam die je kop eraf wil drukken. Laat staan, iemand als de profeet misleiden... en dan daarover uit de school gaan klappen... In de samenleving van, hé, hey, ik heb uh, uh, Mohammed uh, misleid en haha en wat leuk. Het slaat nergens op. Z echt, het is amazing. Het is niet dat deze man betrapt was. hadith zegt, deze man heeft het zelf verklaard. Hé, hey, lekker peuk ik ben Mohammed voor de gek aan het houden. Waarom? Omdat Hadith de profeet neerzet als een, een arm man die analfabeet was. Hij kon zich niet ontwikkelen. Zeiden ibn een kon een nieuwe taal leren in 19 dagen, dat is 1-9, 19 dagen. Profeet kon zijn eigen taal niet leren lezen en schrijven in 23 jaar. Dat is wat Hadith vertelt. En uh, ja, wie Hadith aanhangt, kijk maar hoe je deze grote steen door je keel krijgt. Slik het maar door of niet, of, of stik erin. Het is jouw probleem, zegt Hadith. Dit is wat we je vertellen. Jij omarmt Hadith, wil Hadith accepteren als een ware bron. Deel met dit, worstel ermee, kijk wat je doet. En nogmaals, laten we denken aan wat Hadith zelf zegt. Hadith Abdullah, قال Hadith na Yaheven Hakim, قال Hadith na Abu Walid, Hadith na Imam, Hadith na Mohammed bin Malik. حدثني يزيد قال أخبرنا همام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحوه حديث سبط على كتر. ديتیسن حديث wat ik voorgelezen heb voor de mensen die geen Arabisch snappen. Dit is een hadith die beweert dat Mijn leven moet je niet opschrijven. Het gaat niet om mij, het gaat om de openbaring. Dus mijn leven moet je niet opschrijven. En wie dat wel heeft gedaan, die moet het acuut wissen. Het enige wat je niet moet opschrijven is de Koran. Dit, dit is de ironie en dit staat in hadith, maar hadith. En het is dezelfde hadith die vertelt over de profeet dat hij dit, dat hij dit verteld zou hebben. Terwijl dit had nooit moeten bestaan. Hadith had nooit moeten bestaan conform deze uitspraak van de profeet. Wat Hadith zelf doorgeeft. Het is crazy. Dit, dit is wat Hadith is. Het is crazy. Overigens, een kleine correctie van iets wat ik vorige keer door elkaar had gehaald. Ik heb jullie verteld dat Zedem Thabit heeft gezegd wat Abu Bakr en Omar mij vragen om te gaan doen. Ik verzet nog liever bergen dan dat ik dat doe. Het is nog erger. Ik ben teruggegaan naar dat boek en ik heb het opnieuw gelezen. Het was niet Zedem Therby die dat zei, het was Abu Bakr zelf die dat zei. Abu Bakr zelf zei, ik had nog liever een berg gedragen dan, de, dan wat ze me nu vragen te doen. Dus als je tussen de regels doorleest, kan je eruit halen, hoeft niet per se mee, je kan eruit halen... dat Abu Bakr hier spreekt vanuit een soort angst, vanuit een soort stress op zijn minst. Zacht uitgedrukt vanuit een soort stress. Als me wat we, als zij me wat an, mij wat anders hadden gevraagd. Wie zijn zij die opdrachten geven aan Abu Bakr, die in die tijd Khalifa was? Dus Abu Bakr zou de persoon moeten zijn, als Khalifa, die opdrachten geeft en niet opdrachten ontvangt. En toch lees je in hadith dat Abu Bakr verwijst naar ze. Nou, kan het een manier zijn van praten, een uitdrukking. Als je tussen de regels doorleest, lijkt het alsof Abu Bakr. Dit, wat ik noem de project van het bundelen van Koran, nooit had willen doen. Het is hem opgedragen. Door wie, weten we niet. Kijken waar ik dat kan vinden. Ik begin even halverwege, want anders moet ik de hele dit opnieuw. Hier is Zee, de Thabit is gevraagd. Dat is dat kleine jongetje uit Medina. Die is gevraagd van kom. En die is gevraagd door Omar en, en Abu Bakr en Omar. Wij vertrouwen jou, je bent een wijze jongen en, 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 en dit en Je hebt heel veel geschreven voor de profeet. Wij gaan de Koran bundelen. Ja? Kale Abu Bakr, in sheb aakil lene tehimuka. Jij bent een jongeman en je bent wijs. Wij beschuldigen je nergens van. Wat bedoelt Abu Bakr van wij beschuldigen jou nergens van? Wat is gebeurd met de andere in sahaba? De andere apostelen van de profeet die meekwamen uit Mekka, is, heeft Abu Bakr daar wel iets tegen? Wat bedoelt hij met van jou beschuldigen we nergens van? Dus bin Thabit wordt nergens van beschuldigd. Maar als je zegt van jou beschuldigen we nergens van, dat betekent dus dat hij de rest niet vertrouwt. Dus Abu Bakr suggereert, heer Hadith, dat hij de rest van de apostelen van de profeet niet vertrouwt. En hij vertrouwt iemand die pas laat in het proces instapt. Vreemd. Deze, dit is wat hij zegt. Abu Bakr Dus hij Abu Bakr praat nu tegen zijde met Abid. Wij beschuldigen je nergens van, en jij hebt de openbaring opgeschreven voor de profeet En jij volgt alleen de Koran, praktiseert alleen de Koran. Dus hier is zijde die wordt Alom geprezen en hij volgt alleen de Koran. Dezelfde hadith nogmaals, die jou vertelt dat je nu hadith moet volgen, vertelt jou over zeid die Alom werd geprezen, die alleen de, de Koran aan het praktiseren was, aan het volgen was. 200 jaar later praktiseren we, volgen we niet alleen de Koran, maar wij volgen nu hadith die zichzelf propagandeert. En de ironie is... Hadith vertelt je dat je geen hadith moet volgen. En tegelijkertijd moet je ook hadith volgen. Dit is wat tegenstrijdig is. En daarom lezen wij in de Koran. En Allah wist natuurlijk, Allah wist dat dit gaat gebeuren. En Allah waarschuwt ons in de Koran. En hij gebruikt de term hadith. Er is maar één hadith die jullie moeten volgen. En dat is Koran. Allah noemt Koran hadith. Maar deze mensen, deze hypocrieten, deze huigelaars, die hebben. Die, ook daarin hebben ze touw getrokken met Allah en ze zijn hun verhalen hadith gaan noemen om het dezelfde status te geven als Koran. Terwijl Allah helder is in de Koran, volg alleen Koran, want dat is de enige hadith die je hoort te volgen. En nu hebben wij miljoenen hadith. En, en, uh, het is uh, alsof je naar een Chinees restaurant gaat. Kies maar uit het menu, de nummers lopen van 1 tot 100. Welk nummer wil je? Welk persoon? Wat ga je proeven vandaag? Het is verschrikkelijk, is echt afschuwelijk. Maar nu, Abu Bakr is nog aan het praten. Voorallah, dus Abu Bakr is op Allah. En hij zegt: Voorallah, لو telloeni, hadden ze mij gevraagd, naql jebel min al jibal, hadden ze, ze, wie zijn ze? Hadden ze me gevraagd, wie zijn ze? Die, waar, deze, waar Abu Bakr naar refereert. Hadden ze me gevraagd om een berg te verzetten, ja? dan was dat veel meer te doen dan wat ik nu ga doen met Koran. Dus Abu Bakr gaat hier, dat project wat ik noem, het project starten, tegen zijn zin. Hij staat er niet helemaal achter, op zijn zachtst uitgedrukt. Maar waarom ga je iets doen waar je niet achter staat, Abu Bakr? De eerste khalifa na de profeet. Waarom ga je iets doen met de Koran waar jij niet achter staat? En wat is het precies waar je niet achter staat? Kult, dit is Zaid bin Thabit die nu aan het praten is. Kult, tafalun sallallahu alayhi wa En als je nog twijfelt dat hier iets vreemd gaande is, deze Zaid bin Thabit die gehaald is. Om wat te doen? Om de Koran te verzamelen. die zou zeggen, dit is een taak wat hem op het lijf is geschreven. Als Hadith jou vertelt dat hij de schrijver is van de profeet, zou hij zeggen, ja natuurlijk, ik stroop mijn mouwen op. Waar begin ik? Ik ken niet anders dan dat ik de, de Koran altijd heb verzameld voor de profeet. Maar hij maakt een heel vreemd, doet een heel vreemde uitspraak. Dus hier hebben wij Abu Bakr die zegt, van, ik verzet nog liever een berg dan dat ik die doe. En het wordt nog erger, zei de en die zegt tegen Abu Bakr, waarom gaan jullie iets doen wat de profeet van Allah nooit heeft gedaan? Als het het bundelen is van de Koran, dit is iets wat de profeet van Allah wel heeft gedaan. Want het zelf vertelt jou dat hij schrijvers heeft van de Wahi, en Wahi is de openbaring. Dus de profeet heeft nooit wat anders gedaan als de Koran continu gebundeld en verzameld. Sterker nog zegt Hadith, de profeet zorgde ervoor dat hij acuut, acuut de vers liet opschrijven. Wat heeft geresulteerd dat hij uiteindelijk meerdere schrijvers had. Want de een was bezig, de ander was afwezig, de ander, maar de profeet wilde dat de vers altijd acuut werd opgeschreven. En vandaar dat hij zoveel schrijvers had. Want hij moest altijd één hebben die beschikbaar was. En dat heb je alleen als de aantal uh, net wat groter is. Dat is, dat is Hadith. Dus de profeet heeft nooit wat anders gedaan dan de Koran verzameld. En de, 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 de versen laten opschrijven. En Hadith zelf vertelt jou dat de profeet ermee begonnen was. En als hij geen papier had, dan deed hij het op stenen, op, op botten van kamelen, op schouderbladen van kamelen, want die waren wat groter. Op, op, op takken, op, op, op. Op huiden van geiten, van dieren, op, op, op. Dit is het bundelend verzamelen van de Koran. Zegt Hadith zelf. Dan nu... Is er Abu Bakr en die zegt tegen Zaid, wij gaan de Koran bundelen. En oef, 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 moeilijk, moeilijk, moeilijk. Ik had nog liever een berg verzet dan dit. En Zaid met Thabit zegt, waarom gaan jullie iets doen wat de Profeet nooit heeft gedaan? En het verhaal zegt, waar gaat dit allemaal over? Over het bundelen van Koran. Maar de Profeet van Allah heeft wel degelijk de Koran gebundeld. Dus waar gaat dit over? En Abu Bakr wilde niet uitleggen. Weer is hier censuur toegepast. Wij lezen in Hadith niet dat Abu Bakr zij ibn Thabit een uitleg heeft gegeven. In plaats daarvan skipt Abu Bakr het heel stukje van verantwoording afleggen. Afeni kan zeggen hij was Khalifa, hoeft geen verantwoording af te leggen. Maar hij praat wel tegen iemand die hij gaat opzadelen met zoiets te gaan doen. Wat zij niet had willen doen. Abu Bakr skipt het hele uitleg. Hadith althans. Luister, wij weten niet of Omar heeft bestaan en Abu Bakr en al die figuren en of zij hebben gedaan wat ze hebben gedaan. Dat weet alleen Allah. Maar hadith vertelt ons wat ze gedaan hebben of niet gedaan hebben, dus wij moeten hadith een koekje geven van eigen deeg. Hadith vertelt jou ja, dat Abu Bakr geen uitleg heeft gegeven en het enige wat hij heeft gezegd is: Abu Bakr, Abu Bakr zegt: geer. Dit is wat we gaan doen en het is goed. Ja, het is goed. Het zal goed zijn.'" Felem. Abu en zijed bin Thabit, de schrijver van de profeet hadith, liet zich niet overhalen en bleef weerstand bieden, wilden het niet doen wat ze hem gevraagd hebben, wat het ook is als dit klopt. Ze bleven me, ze, ze bleven aandringen, aandringen, aandringen tot mijn hart het accepteerde. Is het het hart van hem wat het accepteerde... of angst voor zijn leven? Wij weten dat Omar... was een, 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 een temperament vol type. Uh, zo vertelt Hadith jou... dat Omar zijn vrouw in elkaar wilde slaan... en waarschijnlijk van haar wilde scheiden... en haar bijna doodmaken... omdat ze een, een te vroeg geboren baby had. En hij zegt... dit is niet mijn baby want het is niet negen maanden. En wie heeft, hem, wie heeft die vrouw gered? Dat was Ali. Die kwam binnen en die zei, kalmeer, kalmeer, waar ben je mee bezig? Koran vertelt ons dat een baby soms eerder kan geboren. En Ali benoemt de vers vanuit de Koran, waarin Allah vertelt dat een vrouw soms een te vroeg geboren baby kan krijgen. Waarop Omar tegen Ali zei, waar zouden we zijn zonder jou? Een land wat geen Ali heeft, is we, werkelijk een land wat verloren is. En toch is Ali de vierde kalifa geworden, en niet de eerste. En toch is Ali niet meegenomen in dit hele proces van Koran opnieuw bundelen. Terwijl Omar in een hadith zegt dat Ali de beste was die Koran kende uit zijn hoofd. Want daar te plekken Ali wist niet wat er gaande was. Ja, hij kwam bij Omar, wist niet wat er gaande was. Ter plekke kon hij uit zijn hoofd een vers benoemen die van toepassing was op de situatie van Omar en zijn vrouw en hun te vroeg geboren baby. Waar is Ali in dit geheel? Helemaal eruit gehouden, helemaal weggeschoven. We gaan nog zien dat er een duidelijke campagne was tegen Ali. Want Ali is de eerste na de profeet die het meest wist van de Koranen van islam. En dat vertelt Hadith jou ook. Dat kan ook niet anders, want hij is de eerste, zegt Hadith, die het gebed heeft verricht met de Profeet. De Profeet heeft voor het eerst gebeden met Ali. Ali wist alles van de eerste hand, want hij was geadopteerd door de Profeet in zijn huis. Dus Ali heeft een bedreiging gevormd voor deze mensen. En ze wisten, ze wisten dat het hart en logica zegt. Als er iemand is die de profeet zou opvolgen, dan is het Ali. En dan heb, heb je hadith aanhangers die zeggen, wat een onzin. De profeetschap is geen, is geen monarchie. Het zijn geen prinsjes die elkaar gaan erven. Daar, daar praat ook niemand over. Niemand heb je horen zeggen van dat Ali de eerste gelieven had moeten zijn, enkel en alleen omdat hij de familie is van de profeet. En ieder die zegt, Ali had de eerste gelieven moeten zijn, Voert argumenten aan die te maken hebben met zijn kennis van de Koran. En hier heb je een hadith, zelfs voor de sunniten, die ik zelf waar ik zelf uit, uitkom, niet meer. Geen shia, geen Soeniet. Maar waar ik ben opgevoed als Soeniet. Een hadith, cultuur en, en zelfs hadith vertelt jou dat zelfs Homer de status erkent van Ali. En zelfs hij zet hem boven hem. Zo erg dat hij zegt: Een land die geen Ali heeft, is een verloren land. En daarmee bedoelt hij niet. Ali die mooi was of die... Daarmee bedoelt hij verloren in het, als het gaat om spiritueel, uh, 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 spiritueel ontwikkeling en handelen conform de, de wil van Allah. Verloren omdat we niet het paradijs gaan uh, krijgen. Omdat we niet gedaan hebben wat Allah van ons wil. En wat Allah van ons wil staat in de Koran. En Ali bewijst dit nog nogmaals zelfs in deze hadith. Zelfs in de corrupte hadith omdat ze vertellen dat jullie de Hadith moeten volgen, want Hadith vertelt jullie wat de profeet wel of niet heeft gedaan. Wat ze noemen de sunna. De in de je. Maar kijk naar Ali. Toen Ali bij Omar kwam, Ali had kunnen verwijzen naar de profeet. Hij verwees bewust naar Koran en Koran alleen. Dat betekent dat als Ali vandaag geleefd zou hebben, had hij Hadith nooit gevolgd. En had hij zich, net als ik, en met mij veel moslims, had hij zich alleen bezig gehouden met Koran en Koran alleen. Voor nu laat ik het hierbij. We gaan inshallah, als we nog leven, door in een volgende deel. Want daar valt nog meer te vertellen. En jullie gaan nog meer shockeren van wat jullie gaan horen. It's amazing. It's amazing. De mensen die khalifa zijn geworden. De mensen die de islamitische geschiedenis hebben geshaped en gevormd. Zijn mensen die vervloekt zijn door de profeet. Maar wij weten dat niet, wordt ons niet geleerd. Tot je in de boeken gaat duiken. En dat je denkt: van mijn God, dit zijn de mensen die hadith hebben achtergelaten en ik ben ze aan het volgen. Mensen die hadith aanhangen. Voor nu laat ik het hierbij. Ik spreek jullie inshallah in een volgende deel. Dank voor jullie aandacht en interesse. En voor de mensen die niet weten waar ik het over heb, lees Kitab al-Masahif. Lees Kitab al masahif Zoek het op wat ik jullie vertel. Mensen die gechoqueerd zijn. Een hoop moslims sturen mij berichten. over wat je vertelt hebben we nooit geweten. We zijn het gaan opzoeken en het klopt. Ja, natuurlijk klopt het, jongens. Natuurlijk klopt het. Ik, 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 ik ga hier niet dingen zitten. Jullie hebben allemaal Google.